kijkers, vandaag laat ik jullie wat korte technieken zien om je niermeridiaan te versterken. Dat kan heel goed zijn voor als je hooikoorts gerelateerde klachten hebt in deze periode. Alles staat in bloei, de polletjes vliegen door de lucht heen en heel veel mensen kunnen daar last van hebben, zoals een loopneus, niezen, jeukerige ogen. Belangrijk is in deze periode om de mild, de nieren en de longmeridiaan te versterken. Zo versterk je je immuunsysteem en zo zorg je er ook voor dat de klachten minder zullen zijn in deze periode. Je kan het ook combineren met pilletjes, andere voeding, acupunctuur of kruidengeneeskunde. Ik zal je nu een paar korte massagetechnieken zien hoe je die niermeridiaan kan versterken en kan activeren. Voeten iets uit elkaar, je knieën zijn van het slot. Je bent ontspannen, je schouders en armen zijn ontspannen, je bekken is ietsje naar voren gekanteld. Hoofd recht, alsof een draadje via je hoofd naar de hemel reikt. Je kaken zijn losjes van elkaar, je ogen zijn ontspannen. Puntje van je tong tegen het gehemelte aan de achterkant van je tanden. En concentreer je eerst op je ademhaling. Sluit je ogen. En breng met je gedachten die ademhaling naar beneden, naar je buik. Om de energie goed door te laten stromen, doen we eerst een korte ademhalingsoefening. Adem in en je handpalmen omhoog. Vingers in elkaar, breng je handpalmen naar de hemel, strek uit en ontspan en breng je armen weer naar beneden. Een keer adem in. Strek uit. Ontspan en adem uit. Laatste keer adem in. Uit en ontspan. Armen losjes langs het lichaam. Nieren zijn heel belangrijk, hebben een hele belangrijke functie in het lichaam. Zij zorgen ook voor het afweersysteem in het lichaam. Dus hoe sterker je nieren zijn, hoe sterker je afweersysteem is. En ook voor hooikoortsklachten, hoe minder de klachten zullen zijn. Nieren zorgen ook voor het afvoeren van afvalstoffen. Daarom zijn ademhalingsoefeningen in de Qigong ook erg belangrijk voor de nieren. Om de nieren goed te laten functioneren, zodat ze de afvalstoffen ook kunnen afvoeren en sterk worden. De niermeridiaan loopt vanaf de onderkant van je kleine teen via de binnenkant van je been omhoog, naar het midden en eindigt onder je sleutelbeen. Wrijf maar even goed in je handen totdat ze lekker warm worden. Gaan we eerst de nieren masseren. En zorg ervoor dat je elke keer, elke beweging die je maakt, met je gedachten ook naar dat gebied gaat. Dus nu ga je met je gedachten naar je handen. En voel dat ze lekker warm worden. En ontspan. En voel de sensatie al in je handen. Voel je wat trillingjes, voel je handen warm worden. Dat is de chi die je activeert in je handen. Maak dan vuisten. En breng ze naar de achterkant van je onderrug.
en masseer de onderkant van je rug. Je masseert hierdoor ook je nieren. En als het een beetje moeilijk gaat, dan zorg er dan voor dat je met je gedachten bij je nieren zijn. En maak cirkeltjes en masseer met de knokkels van je vuisten de onderkant van je rug. En blijf met je gedachten bij dat gebied. Visualiseer dat je je nieren masseert. Adem dan even diep in door je neus en uit door je mond. En nog een keer adem in, schone chi naar je nieren toe. Adem uit, de vuile stagnerende chi uit je nieren. Visualiseer dat. Visualiseer dat je bij de inademing schone chi naar je nieren brengt en bij de uitademing de vuile stagnerende chi uitademt. En blijf dat gebied masseren. Adem in. Adem uit. En nog een keer adem in. En adem uit. Laatste keer adem in. En adem uit. En ontspan. En voel eerst even na. Ga met je gedachten naar het gebied van je onderrug. Naar je nieren. Maak dan weer vuisten. Breng ze op je rug naar je staartbeen. En masseer dat staartbeen van boven naar beneden. In het staartbeen zitten allemaal energiekanalen die verbonden zijn onder andere met je nieren. Masseer dat gebied. En ga ook met je gedachten naar je handen toe en naar je staartbeen. Knokkels van je handen, je vuisten masseren van boven naar beneden dat staartbeen. Blijf rustig doorademen in en uit door je neus. En visualiseer dat je ook gelijk je nieren aan het masseren bent. En ontspan. Wrijf je weer in je handen totdat ze lekker warm worden. En dan ga je naar beneden. Naar je kleine teen. Masseer je kleine teen. En dan tap je via de binnenkant van je enkels, binnenkant van je benen, ga je weer omhoog, naar boven. En via de zijkanten van je benen ga je weer naar beneden. Binnenkant van je benen weer omhoog. En dan via de achterkant van je benen naar beneden. De binnenkant van je benen weer omhoog.
Laatste keer. En ontspan. En voel even na. Je hebt nu gewerkt aan het kloppen en masseren van de niermeridiaan. Zodat de chi goed kan doorstromen. En door de ademhaling, de ademhalingsoefening heb je gezorgd dat de bloedcirculatie, de zuurstof goed door het lichaam en door die meridiaan kan stromen. Voeten weer naast elkaar. Volgende filmpje gaan we werken aan een korte zelfmassage techniek voor de mild meridiaan. Dus als je geen filmpje wil missen, abonneer dan op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer.